Ik heb deze drie talenten gekozen omdat het alle drie hele verschillende type artiesten zijn, maar ook verschillende type beings. Dus los van muziek heb ik gekeken naar verschillende energies die allemaal op een andere plek zijn in hun ontwikkeling en toch er allemaal op hetzelfde moment wat aan zouden hebben als zij hier aan zouden deelnemen. Ze zijn nu op het punt dat ze de ontwikkeling nodig hebben, al zijn ze allemaal op een ander punt in hun carrière. Fabs is iemand die nog geen nummers heeft uitgebracht, dus ik wist dat voor haar zou haar doel zijn de knowledge eigenlijk tot haar krijgen om nummers uit te kunnen brengen. Ze heeft ze wakker gemaakt, wel hoor. Pussy zo goed, hij wil me wiepen zonder condoom. Hij weet ik ben een queen en zeg maar face dat. Voor Rihanna, zij heeft al een aantal nummers uitgebracht, maar is net begonnen met muziek, ook net bekend met dat zij muziek kan maken. Ik ren op elke beat, ik voel me net als bergwijn. Hij vraagt me, drink je Henny, ik zeg hem, nee, breng wat wijn. Dus dat vond ik ook heel interessant om te zien. Van. Zij is iemand die net begint, maar wel echt met dezelfde passie al aan het move is als de anderen. Saïda heb ik als een van de laatste artiesten benaderd. Toen gaf Saïda bij mij aan dat zij graag weer muziek zou willen maken. Terwijl ze uit de periode komt van een paar jaar geen muziek maken. En daarvoor eigenlijk ook dus al haar tijd en energie erin had gestoken. Dat was ook weer voor mij zoiets dat ik dacht, hey, pas er ook perfect bij. Ik vond het ook belangrijk dat de mensen die samen zouden komen, dus als talenten, elkaar konden inspireren. Mensen die iets heel anders doen ook. En op een hele andere manier naar de wereld kijken ofzo. Gewoon een ander perspectief hebben bij elkaar te brengen. Ik ben Fabs. Mijn naam is Rihanna. Mijn naam is Saïda. Ik ben artiest. Ik heb aan de Herman Brood Academie gestudeerd. Ik heb meegedaan aan Van X Talent. I kept you on my way. Oh ja, yeah, I killed my space. Totdat je naar me came. En ik ben mijn carrière begonnen. 18 was. De afgelopen 3 jaar heb ik niks meer gedaan en dat is waarom ik aan het traject ben begonnen. Ik ben 19 jaar, ik kom uit Amsterdam / Zaandam en ik ben female MC. Ik hou mijn cirkel klein, vandaar jij en ik geen oogcontact. Vieze rat die stilt van me, vraag dat had je ook gehad. Vandaag is het waar ik maak het weer. Ik heb infusion, niks posteert, je maakt niet infusion, niks probeert. Ik heb die blokken in het wat gezet. Ik heb opgetreden op verschillende plekken, zoals Garage Noord, De Helling, Sexyland. En ik ben van plan om dit jaar mijn eerste liedje te gaan releasen met videoclip. Ik maak muziek, daarnaast ga ik ook naar school. Ik studeer maatschappelijk werk en dienstverlening. Ik zit in mijn scriptiejaar, dus het laatste jaar. En qua school ga ik daar verder niks meer mee doen. Ik ga gewoon echt focussen op muziek. En mijn eerste release was in februari. Februari 2021? Nee, dit jaar. Dit jaar? Ja. Ja, nou, ik ben benaderd door Ella om mee te doen en ik was al een tijdje bezig met muziek. Ik ken Ella ook al van vroeger en ze zag gewoon van dat ik het heel erg graag wou, dat het me ook vooruit zou helpen. En toen heeft me gevraagd om mee te doen aan het traject en ik was toch al bezig met van alles uit mijn comfortzone doen, dus ik dacht waarom niet. Mensen best kennen me als Ella John. En ik ben 25 jaar, ik maak muziek, ik ben een artiest, maar los daarvan maak ik ook programma's gebaseerd op kunst en cultuur. Ik ben de oprichter van Concept en de initiatiefnemer van Homebase. En zo heb ik ook vanuit Homebase een concept bedacht voor de Homebase Music Talent Development Program. Ik begon bij Werber, die kwam met de optie vanuit Sonos om iets te doen binnen Homebase, waarvan de basis muziek is. Ik ben Werber en ik werk bij het HEM. Ik doe daar vooral fondsenwerving en partnerships. Maar ik heb mijn rol ook gaandeweg een beetje uitgebreid. Dus zo heb ik Ella geholpen met het opzetten van het Homebase traject. Ook weer met name met het vinden van sponsors. Maar ook een beetje meedenken over hoe we het ook in kunnen vullen. Ik ben in 2020 dus ook begonnen met het helpen van Ella om dit programma op te zetten, dus Homebase. En vorig jaar hebben we daar het Homebase Music Talent Development Program aan toegevoegd. Ik dacht, wat ga ik doen dan voor vrouwelijke artiesten? En heb ik gekeken naar hoe ik mezelf heb ontwikkeld de laatste 5 jaar. Ik ben in 2017 begonnen. Ontwikkeling die voor mij heeft plaatsgevonden, waar ik dat gedaan heb, de kennis die ik ervoor nodig had, de mensen die ik ervoor heb moeten spreken. Daaruit kwam mijn inspiratie om dan vervolgens een traject op te zetten. Daarin heb ik ook professionals gescout. Het is voor vrouwen, door vrouwen. Dus ik heb Goldie en Milka gescout. En dan vanuit het netwerk van het HEM hebben we Tess van Zwol ingeschakeld.
shout out naar Olga voor die tip. Olga de coach is aangeschoven op advies van Kim. Ik denk dat ik weer bij nul ben begonnen, omdat ik, zoals ik zei, 3 jaar niks had gedaan in de muziek. Ik had even een break nodig. Ik was niet in staat om me creatief te uiten in de muziek. En ja, ik begon aan dit traject weer met een fresh start. Zeg maar echt muziek maken. Ik had wel al een visie, maar ik zal zeggen, ik heb ook eigenlijk als reden meegedaan om mijn visie te verbreden. Nou, ik heb nog niks uitgebracht qua muziek. Ik deed wel mee aan veel rap challenges en zo op Instagram. En ja, door de masterclasses en zo heb ik gewoon wat meer info gekregen, waardoor ik nu wel wil gaan releasen en zo. Ik wilde gewoon weer beginnen mezelf ontwikkelen als artiest zijnde. Kijken wie ik nu ben, hoe ik nu klink, wat ik nu wil maken. En zoveel mogelijk leren. Als het alles gaat zoals gepland, dan wil ik 22 november release op mijn verjaardag. Go. Heb je ooit eerder van Sonos gehoord? Ja, ik heb eerder van Sonos gehoord. Ik had de speakers nog niet gebruikt. Maar ik ben wel echt blij met mijn mini speaker. Ik ben IJzen, ik ben 35 jaar, ik kom uit Utrecht en ik werk bij Sonos. Sonos kan je kennen als geluidsbelevingsbedrijf, vooral bekend van onze draadloze speakers, soundbars, maar misschien ook van Sonos Radio, onze radio streaming service, waar we met verschillende artiesten samenwerken om mooie content te creëren en natuurlijk voor onze samenwerking met het HEM. Ik ben communicatiemanager bij Sonos, dat doe ik voor Benelux en een aantal andere markten. Dus daar zorg ik voor verbinding tussen media, influencers en ons merk. Maar ook zeker verbinding met andere partijen zoals het HEM, waar we mooie samenwerkingen mee kunnen zien. Nou, het HEM benaderde ons denk ik 1,5 jaar geleden. En de timing daarvan had niet beter kunnen zijn of misschien niet slechter kunnen zijn. Want we hadden net ons Listen Better Report gepresenteerd en daaruit kwam naar voren dat maar 2% van de geluidsproducenten en muziektechnici in de muziekindustrie vrouw zijn. En dat is natuurlijk veel te laag. En we willen graag meer en andere stemmen laten horen in de muziekindustrie. Dus het Home-Based Talent Development programma, dat ja, sloot daar perfect bij aan wat wij willen bereiken in de wereld om die een stukje mooier te maken en vooral diverser en inclusiever. Ja, ik vind het een supermooi traject. Hele goede deelnemers. Ik heb natuurlijk een deel van hun gezien bij het Homebase Connect live event. Het mooie is dat we, tenminste denk ik op deze manier, vrouwen kunnen steunen en supporten in de muziekindustrie. En opkomende talenten en artiesten zoals Fabs, Rehani en Saïda zijn daar een heel mooi voorbeeld van deze eerste editie van het Homebase Talent Development programma. Ik ben Olga Zegers, ik ben 52 en ik werk al denk ik vanaf mijn 19e op een of andere manier in de muziekindustrie. En daarna eigenlijk doorgegroeid naar een groot evenementenbedrijf, ID&T. Was destijds nog niet zo groot als dat het nu is, maar ik ben de hele wereld daarmee overgegaan als programmeur van grote festivals. Zoals Mysteryland, Sensation, ook internationaal. Ik ben betrokken bij het Homebase project als coach. Ik ben de 3 talenten ben gaan coachen. Kim Tuin had me erbij betrokken. Ik ken Kim eigenlijk ook al vanaf het eerste uur vanuit de Roxy-periode en die tijden. En voor mij was het wel echt een uitdaging, want ik kom wel meer uit de elektronische hoek. Dus vond het zelf ook wel spannend en een soort verbreding om hier aan mee te kunnen doen en mogen doen als coach van de 3 dames. Die toch wat meer allemaal vanuit een meer hip-hop achtergrond komen. Dus voor mij ook super leerzaam om hun te mogen coachen tijdens het traject waarin zij de masterclasses hebben gekregen. Ja. Dus zeg maar waar ik vandaan kom. Mijn levenslessen inspireren mij, het universum inspireert mij, dus zeg maar alles. Ja. Het meest bijgebleven is persoonlijkheid van Tess.
Ze was heel open, vriendelijk. En dat inspireerde mij om ook weer bezig te zijn met de muziek. Ook al is het in een vak van management. Wat zij ons heel erg heeft geleerd is dat het belangrijk is om te weten waarom je doet wat je doet. Dus dat is iets wat me heel erg is bijgebleven. Waar ik ook meer over na ben gaan denken van oké, waarom ben ik eigenlijk begonnen met muziek? Waarom wil ik dit nog steeds doen? De Golden Circle sowieso. Mm-hmm. Want dat gaat eigenlijk gewoon om je visie. Wat je doet, waar je voor staat, waarvoor je het doet. Ja, van Tessa dus, dat was de eerste masterclass. Mm-hmm. En zij werkte bij Sony. Mm-hmm. En ze gaf aan dat Sony dus werkte met de cirkel. En daar gaat het dus zeg maar om dat je moet kunnen uitleggen wie je bent en waar je voor staat. Wat je aan je fans wil geven. Mm-hmm. Wat voor soort muziek je uitbrengt, wat je fanbase is. En ik denk dat dat heel belangrijk is om uit jezelf te weten, zodat je zelf weet waar je voor staat. Ze had de opdracht gegeven gewoon van een cirkel en daarin ga je gewoon kijken van waar je gewoon als artiest voor staat, van hoe je dingen wil presenteren en zo. Ja, het blijft eigenlijk bij alles terugkomen wat je doet. Wat is het meest bijgebleven van de masterclass van Milka? Dat je gewoon als artiest reëel moet blijven van hoeveel je in een liedje investeert en hoeveel streams je weer nodig hebt ook om het weer uit te uithalen. Veel informatie, dat er heel veel meer in het ontwikkelen van muziek en het uitbrengen van muziek zit dan mensen denken. Dat ik al zeg maar voorbij dat puntje ben. Want ze gaf zeg maar meer les over hoe je muziek uitbrengt, zeg maar, hoe je Spotify kan gebruiken. En dat zijn dingen die ik zeg maar uit mezelf al geleerd heb. Omdat ik independent mijn eigen muziek uitbreng. Dus, ja, dus ik was daar eigenlijk al een beetje voorbij. Wat is het meest bijgebleven van de masterclass branding van Goldie? Ja, ik denk ook gewoon nog meer hoe je je als artiest presenteert en dat het gewoon aan kleine details kan liggen en zo. Het meest bijgebleven, gewoon de creativiteit van het artiest zijn. Ik denk dat dat is wat mij het meest trekt aan artiest zijn. Jezelf kunnen uiten in visuals, in je styling, in hoe je jezelf presenteert als artiest. En hoe belangrijk het is om je verhaal over te brengen op die manier. Van de eerste masterclass heb ik de wheel gedaan die zij ons heeft gegeven. Waarin we eigenlijk ontleden wat we willen presenteren als artiest zijn. Waarom we doen wat we doen. Wie we willen bereiken. Wat onze doelgroep is. Van Milka heb ik nog niks toegepast. Omdat ik nog niet op dat punt ben. Ik ben nu heel erg in het maken. In het ontdekken wat ik wil en nog niet in het uitbrengen. Dus wanneer ik daar kom, weet ik wat ik moet doen en wat ik wil als artiest zijn die volledig in controle staat over haar muziek. En zodat je kan creëren op die manier en als andere mensen dingen te zeggen hebben, dat dat geen invloed heeft. Het belangrijkste. Als je zeg maar zelf niet weet waarvoor je iets doet, dan ga je echt niet aan in deze business. Ja, mooi. Shout out naar iedereen die support ook, man. Als ik kijk naar mijn ontwikkeling, waar weten van management en projectmanagement, weten van hoe je je muziek uitbrengt online en wat erbij komt kijken en wie je bent dus en hoe je jezelf neerzet, dat leken mij de drie belangrijkste dingen voor een artiest. Wat mij bij is gebleven van de masterclasses is dat het er heel gemoedelijk en heel fijn en intiem aan toe ging. En dat ik denk wat heel mooi was, omdat het allemaal voor en door en met dames was, dat het heel vertrouwd voelde en dat je als vrouw toch in de muziekindustrie ja, andere dingen in je carrière misschien tegen kan komen, andere hobbels. Dus er is ook heel veel begrip, vooral dat het voelde de gemoedelijkheid en de warmte en iedereen voelde zich heel prettig met elkaar. En dat maakt voor een omgeving waarin mensen openstaan om te leren. En het was ook heel erg interactief, dat wat heel fijn was. Het was niet heel erg dat er alleen maar gezonden werd. En dat er, weet je, uiteindelijk was iedereen met elkaar aan het kletsen. En ik denk dat dat een hele goede voedingsbodem is voor om dingen te leren met elkaar. Dat niets is goed of fout. Weet je wel, eigenlijk ben ik misschien wel geïnteresseerd in gekke antwoorden. Take a chance, make mistakes and learn from them.
Do your research. Be you. And don't be afraid to experiment. Iets wat voor jou heel belangrijk is. Ik zal zeggen dat ik bij haar voornamelijk met persoonlijke dingen terechtkomt. Nou ja, zeg maar in deze industrie is het meer van je moet de hele dag leveren. Mm-hmm. En Olga gaf zeg maar aan dat als er iets was, dat je zeg maar bij haar daarmee terecht kon. Ze heeft me heel erg ondersteund door goed in communicatie te staan met wie ik ben, wat ik wil. Ik had het gevoel dat ze echt luisterde en ook echt gaf om mijn ontwikkeling als persoon, als artiest. En ze was niet per se op resultaat leveren. Je moet dan en dan hier zijn. Gewoon creëren. Ja. Olga die heeft me gewoon gecheckt een paar keer tussendoor van hoe het ging. Of als ik achterliep met de opdracht van of ze me kon helpen tussendoor. En ik vind dat ze het wel goed heeft gedaan. Ja, daar heb ik de laatste tijd, ik heb veel nagedacht over wat mijn inbreng is geweest als coach voor de talenten. En volgens mij waar ik vooral op heb gehamerd is het netwerken en het benadrukken van het belang van een netwerk. En ook voor hun proberen om mijn netwerk in te zetten, zodat er connecties gemaakt kunnen worden. En hopelijk zodat ze zich vrij genoeg voelen dat die connectie er nu is en ook gebruik kunnen maken van het netwerk van mij als coach. Maar ook van de dames die de masterclasses hebben gegeven. En die waren daar ook allemaal vrij specifiek in. Ja, benadrukken van wat netwerk betekent in je carrière. En dat je daar eigenlijk altijd weer op terug kan vallen. En als je goed met mensen omgaat, is dat voor de rest van je carrière, heb je daar iets aan. Olga als coach was heel sterk voor de talenten, ondanks zij niet de achtergrond had in hiphop. Of per se R&B, de lane dan van de artiesten, kon zij hen toch guiden door de ervaring die zij heeft al zoveel jaren in de muziekindustrie. En het is door alle talenten heel positief ervaren, dus dat vond ik fijn om te horen. Ik vond het heel tof. Ik was onwijs onder de indruk. Sowieso vind ik dat Rayanne er zaken heel goed op orde heeft, een heel duidelijk doel voor ogen heeft. Ze weet wat ze wil en ze gaat van tevoren heel erg nadenken over wat ze wil doen en laat dat ook heel duidelijk zien. Een heel sterke performance en ik was echt onder de indruk. Ik heb gesproken met een paar mensen van Paradiso. En die gaven me ook complimenten. Dus wie weet wat er komt. Ja, het was super dope. Was ook gewoon een gezellige sfeer. En ik vond dat het optreden gewoon goed is gegaan. Ook gezellig. Ik had mijn team meegenomen. Ja, ik was met LG, dat is mijn beste vriend. Hij maakt zelf ook muziek. Gaan we checken ook allemaal. Ja, en hij heeft me goed gesupport als ook bij de optreden. Hij heeft ook een paar liedjes voor zichzelf gedaan. Ja, ik vind Focus vind ik echt zo'n fantastische doorpakker. Die is continu shows aan het doen. Fobs is echt onwijs veel meters aan het maken door de hele tijd veel shows overal te regelen, waardoor je volgens mij heel veel zelfvertrouwen krijgt. En ze had een hele leuke possie met zich mee die haar show onwijs aanvulde, vond ik ook. En ze staat daar en ze was de jongste van alle drie de talenten en ze stond daar bij haar performance echt te rocken. Dus eigenlijk was ik bij alle drie, het klinkt een beetje alsof het alleen maar halleluja was, maar dat voelde ik wel zo. Ik was voor mij zo onder de indruk van allemaal. En ik zie ze allemaal echt op grotere podia staan. Het is wel leuk om iets te vertellen ook over de showcase van Saïda. Die eigenlijk niet gepland was. Saïda had het idee van ik heb nog niet genoeg materiaal nu om te gaan performen. Wat heel begrijpelijk is.
Maar vervolgens gebeurde iets heel erg moois. Gebeurde er gewoon heel organisch iets. De Mad Professor was aan het draaien. En Saïda ging volgens mij heel erg aan op een nummer en ging meezingen en werd het podium opgetrokken. Dus ze heeft alsnog kunnen performen en haar talent laten zien. En het was heel mooi omdat het heel onbevangen was. En het kwam heel erg vanuit haarzelf en puur over. En misschien was dat ook wel even nodig dat er zoiets gebeurde, zodat ze er niet zoveel over na hoefde te denken. Maar kon ze toch heel mooi laten zien wat ze in huis heeft. Dus ik was super blij dat dat wel gebeurde. Want ik zat stiekem wel als coach een beetje te balen dat zij niet gingen optreden. Maar vervolgens stond ze er gewoon en heeft ze echt lopen shinen. Ja. Ik heb ervoor gekozen om de showcase niet te doen, omdat ik nog niet klaar was met nieuwe muziek. Ik wilde mijn oude nummers niet doen en daardoor heb ik mezelf teruggetrokken in dat aspect van het traject. Maar uiteindelijk, op het moment zelf, ben ik toch op podium geweest en heb ik een cover gedaan met Mad Professor, wat heel dope was. Het was een nummer die al 4 weken in mijn hoofd afspeelde, dus het voelde alsof het moest. En ik zag ook aan de mensen dat het goed ontvangen werd, dus dat gaf mij ook weer motivatie om weer op podium te komen. Soon. Okay, well, we're gonna get you to London, all right? Put your hands together, Saïda! Very talented, very, very, very talented. Ja, ik wil sowieso gewoon meedoen aan alle open mics, talentenjachten, gewoon op plekken komen om te netwerken. Ook als mijn liedje eenmaal online is, zodat mensen het ook echt kunnen gaan checken. Gewoon mijn liedje promoten en dan ook al nadenken voor wat ik daarna ga doen. Ik werk gewoon over het algemeen aan mijn project en ik probeer maandelijks te releasen tot mijn project er is. Mijn plannen voor de aankomende periode zijn om te focussen op het creëren van muziek. Ik ben nu weer actief in de studio. Sinds kort, voel me weer comfortabel in het muziek maken. Ik weet een beetje welke richting ik op wil. Dus de komende 3 maanden zijn vooral voor mij in de creatiefase. En na die 3 maanden hopelijk komt er een release. Wat heb ik zelf meegenomen uit de masterclasses? Ik ben bij iedere masterclass ben ik geweest. En ik vond ze voor mij ook heel leerzaam, want er waren echt dingen die waar ik ook niet genoeg van wist, vond ik. Ja, en ik heb heel veel van de meiden zelf ook geleerd. En ook heel erg geleerd dat je soms uit je comfortzone moet gaan. Wat dat voor mij een beetje was, omdat ik dacht van misschien kan ik, omdat ik vanuit een andere muzikale achtergrond kom, ja, daar twijfelde ik wel een beetje over. Maar dat juist door uit je comfortzone te gaan, kan je heel veel van elkaar leren. En zijn er wel heel veel dingen waar je onwijs wel connectie in kan maken en elkaar mee kan helpen. Wat ik zelf heb meegenomen uit de masterclasses is hoe belangrijk het is om te weten wat je wil en te weten wie je bent. De why, dat kwam echt in alle masterclasses naar voren. En dan iedereen op zijn eigen manier, maar dan vooral in de les van Tess. En dat we dan als laatste masterclass die van Goldie hadden, wat om branding ging. En het belangrijkste daarin is dus weten wie je bent, dat zo er een soort van, dat we weer bij het begin van de cirkel waren, van hoe we begonnen zijn, daar eindigen we ook weer. Ja, blijf jezelf, ga door, doe het gewoon uit plezier, ja, niet opgeven. Dat haters je gaan laten ontwikkelen. Haters gaan je laten ontwikkelen. Dan. Ik zou willen meegeven dat je bij jezelf moet blijven, dat je jezelf moet uiten op de manier dat jij het wilt. Niet bang moet zijn over wat andere mensen denken, want vaak als je jezelf uit en jezelf creatief gezien helemaal ergens instopt in een project en je brengt het tot leven, dat mensen dat juist waarderen en dat op dat moment het heel anders opgevangen wordt dan je misschien denkt wanneer je er nog mee bezig bent. Ja, het belang van talentontwikkeling voor en door vrouwen is volgens mij, als ik terugkijk naar toen ik begon een beetje in mijn carrière, toen gebeurde dat vrij weinig. Terwijl ik denk dat
mannen veel meer een cultuur hebben van een old boys network of netwerken met elkaar en ook hangen met elkaar buiten hun werkzaamheden en connectie maken. Waar vrouwen, denk ik, in ieder geval toen ik begon, heel erg bezig waren om te kunnen laten zien dat ze net zo stoer waren als de mannen en het net zo goed konden. Maar ik denk wat belangrijk is dat iedereen iets anders ter tafel brengt. En dat het daarom heel goed is dat vrouwen... ik vind het heel mooi als je al jaren in de industrie zit, dan heb je ook veel om te delen met jongere mensen. En ook al is de industrie echt onwijs veel veranderd, denk ik dat het belangrijk is om met elkaar kennis over te dragen en een vertrouwd gevoel te geven, dat je op elkaar terug kan vallen. En ik denk dat nu veel sterker aanwezig is en dat het voornamelijke belang is weer dat netwerk bouwen met vrouwen die dat al voor jou gedaan hebben, waardoor je toch wel dingen van elkaar mee kan nemen. Ik ga al in, ben ik oud of dan. Ik ga al in, ben ik oud of dan. Ik ga al in, ben ik oud of dan. Female MC met een nieuwe sound. Ik ga al in, ben ik oud of dan. Female MC met een nieuwe sound. Wat je van mij vindt, dat laat me koud. Al je verhalen, die zijn al oud. Iedereen weet je captain, je rap voor die cloud. Ben op die dek voor mijn stacks als geen zout. Hoe kan je nog steeds niet leren van je fout? Het wordt tijd om die knoop te hakken, geen scout. Zij je allang al pas op voor die fake fans. Wilt dat die koppen gaan rollen, geen breakdance. Veel rappen trappen, maar weinig die leeft het. Ze vroegen vuur op een beat, dus ik geef het. Of met LG op die Roffa strip. Kom van zero, ik kom van niks. Unfollow, dat is slechts een klik. En supporter, dat is gratis. Money language is wat ik talk. Do the block walk of the money walk. Ze zetten labels, maar geen Johnny Walker. Zet je op je plek als je voor niet talk. Ik gaf je de kasja om mee te gaan klimmen. Jij koos ervoor in je bed te blijven liggen. Ik heb mijn eigen wegen zelf getimmerd. Dus waag het niet als het goed gaat met de linken. Ik wil mijn eigen boot om in te varen. Weet nog die tijden, ze lieten me zinken. Beter pas je op en schenk jezelf je drinken. Eerst zaten je ops in je vrienden kringen. Ik ga al in, ben ik out of town. Female MC met een nieuwe sound. Wat je van mij vindt, dat laat me koud. Al je verhalen, die zijn al oud. Iedereen weet je captain, je rap voor die cloud. Iedereen weet je captain, je rap voor die cloud. Al je verhalen, die zijn al oud. Al je verhalen, die zijn al oud.